Ik kijk neer op je daken, schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is nu herfst en vochtig, de mist trekt over het water, je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was, Amsterdam. Oh, 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 oh. Als eerste een speciaal welkom aan burgemeester Bergman uit Middelburg. Iedereen van het Etty Hillesumhuis en alle anderen die speciaal voor deze brug voor Etty naar Amsterdam zijn gekomen. Welkom iedereen op de bijna onthulde Etty Hillesumbrug. Precies 1 week en 80 jaar nadat Etty Hillesum 29 jaar werd. Op 4 april 1942 schreef zij in haar dagboek: wij wonen niet onder hetzelfde dak. Ik ben van hem gescheiden door 5 straten. 1 hele lange en 4 kleinere. Door een brug en door een gracht. En buurtbewoners, ik neem aan hier aanwezig, en experts hebben het grondig uitgezocht. De brug die ze noemt moet wel haast deze brug zijn geweest. Ongeveer halverwege tussen haar woning en de Corbettstraat, waar Julius Speer woonde, de man die in verschillende opzichten zoveel voor haar betekende. Hoe vaak zal zij niet vol verlangen hier overheen zijn gefietst? Of later, gelopen, toen het voor Joden verboden was om nog te fietsen? We zaten een paar maanden in coronatijd toen ik van verschillende kanten berichtjes kreeg over de dreigende sloop van het huis aan de Gabriel Metzenstraat, waar Etty een groot deel van haar dagboeken en vele brieven heeft geschreven. In de kamer met een raam waarvan ze het gordijn altijd openhield, zodat als ze wakker werd, ze direct over het Museumplein kon uitkijken naar de bomen voor haar raam en de torens van het Rijksmuseum die opdoemen boven de stad. En in die coronatijd, toen zoveel Amsterdammers het moeilijk hadden, moest ik denken aan haar grote geestelijke kracht. Aan haar, toen het erop aankwam, onzelfzuchtigheid en bovenmenselijke opofferingsbereidheid. In helemaal niets was de coronacrisis te vergelijken met de bezetting van onze stad en met de Jodenvervolging. En toch denk ik dat er veel mensen zijn geweest die, net als ik, in die weken de dagboeken en brieven van Etty Hillesum weer eens zijn gaan lezen. Om zich te laven aan haar verinnerlijkte leven, haar liefde voor literatuur en haar vermogen om vrijwel overal het ware, het goede en het schone in te zien. Etty's religieuze beleving en vooral de virtuoze manier waarop ze die onder woorden bracht, doen zelfs de meest verstokte atheïst twijfelen. Haar werk is voor talloze mensen over de hele wereld troostrijk en hoopvol. Op 20 juli 1942 schrijft ze het volgende: ik weet ook dat er hierna weer een ander tijdperk komen zal, dat humanistisch is. En ik wil zo graag blijven leven om al die menselijkheid die ik in me bewaar, ondanks alles dat ik dagelijks meemaak, over te dragen in dat nieuwe tijdperk. Dat is ook het enige waardoor wij de nieuwe tijd kunnen voorbereiden, door haar nu al in ons voor te bereiden. Etty werd niet ouder dan 29 jaar. Ze werd in Auschwitz vermoord omdat ze Joods was. Maar haar werk helpt velen van ons om altijd aan dat nieuwe, menselijke tijdperk te blijven werken en te blijven denken. Hopelijk nog vele generaties na ons. En daarom zal deze brug voor altijd Etty's naam dragen. Ja. En
Oh, mooi. Shirley heeft de tekst gemaakt. Shirley Brandijs. Hi, Shirley Brandijs. Dank u. Hallo. Samen met nog heel veel anderen. Maar doen voor dat iedereen wat vries. Het is geen verrassing. Dat je opstaat nou. Ja, heel goed. Moet ik hem naar me toe trekken dat jij dan ziet die met. Ja. Ja. Burgemeester. Die is voor u. Dankjewel. Ja, dat hebben wij vaker gedaan. Ja, want het zijn allemaal, waren allemaal verzetsmensen uit de oorlog. Ja. Alle bruggen naar dames, alle straten. Ja. En Shirley doet heel veel PR voor het project. En we zijn ook een rondleiding gegeven voor de stadsdeelvoorzitter en andere mensen. En het wordt vaak bezocht door de nabestaanden, die dan echt tot tranen geroerd zijn dat ze toch iets vinden van hun. Ja. En dit is zo leuk om te doen. Het is ook zo leuk omdat ook jonge mensen dan begrijpen waar ze zijn en wie het zijn. Ja. Als het even kan, proberen ook scholen, op scholen te plakken. Om het te benaderen. Het wordt in Zuidoost zit het in de lessen geschiedenis. Bijvoorbeeld, het Zuidoost zijn allemaal feministes en strijders voor de vrouwenrechten geweest. Nee, maar dit is gewoon zo'n leuk project. En voor het eerst de burgemeester erbij. Maar het gaat erom, ons om. Laat ook zien wie ze was. Geef gezicht.